Laurens staat op de lijst van zwakste zorginstellingen van Nederland en staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Er zijn al verschillende reorganisaties geweest, maar de directie wil opnieuw 200 mensen ontslaan. De vakbond zegt dat de basiskwaliteit van zorg nu al onder de maat is. En dat heeft mede te maken met de onderbezetting, dus te weinig collega's op de vloer. Dat staat ook in het inspectierapport. Dat zorgt ervoor dat de werkdruk enorm hoog is op dit moment bij de collega's. En dat betekent dat de kans op fouten groter worden, kans op incidenten groter worden. Dus algeheel de zorg, de basiszorg, staat op dit moment onder druk. Werknemers willen meepraten over waarop bezuinigd kan worden. Een voorbeeld van een eerdere verkeerde bezuiniging is volgens hen het schrappen van de gastvrouw. Daarvan hebben de collega's bijvoorbeeld gezegd, joh, die collega's die kosten bijna niets, met alle respect, die verdienen bijna niets, maar die zijn cruciaal voor de veiligheid en toezicht van de bewoners als het gaat om de woonkamers bijvoorbeeld. Nou ja, die zijn er allemaal uit. En nu merkt Laurens zelf ook bijvoorbeeld van, hé, ja, we zien inderdaad dat het toezicht nu ontbreekt. Bewoners hebben volgens deze vrijwilliger begrip voor de actie. Die zien ook natuurlijk dingen verschuiven in de organisatie. Niet dat er veel klachten zijn, maar ik denk dat een hoop bewoners wel een beetje zich zorgen maken over de toekomst. En ik denk dat ze zeker een actie als deze zullen onderschrijven, ja.